Koos Moerenhout, ploegleider bij Rabo Liv. Jullie pakken de Nederlandse titel, plan geslaagd? Ja, zeker. Kijk, het is een... dit is heel mooi en bijzonder. Ik bedoel, ik denk dat ik... dat ik er meer stress voor had als voor mijn eigen carrière. Het is op mijn geboorteiland. Het is de route eigenlijk grotendeels zelf ook uitgezet hier. Maar ook wel een moeilijk parcours. Niet zo makkelijk dat je het even af kunt dwingen met de ploeg. En wij hebben de breedte sterke ploeg. Ook individueel toprensers. Maar ja, je hebt met een aantal andere hele snelle renners te maken ook die je op dit parcours niet zo heel erg makkelijk kwijtraakt. En Anne van der Breggen deed een hele sterke poging in de finale. Kneteman die al vroeg in de koers opende. Ja, de ploeg was gedreven, de ploeg was echt een ploeg. En dan heb je de beste kans om te winnen. En dat lukte en dan is het super. Absoluut super. Jullie waren ook de sterkste onderweg. Uiteindelijk blijft Anoushka voor met Enzing. Heb je nog getwijfeld aan een goede afloop? Nou ja, tuurlijk. Kijk, zo vaak komt Anoushka ook niet nog niet in deze situatie geweest. En Enzing is ook best een rappe renster. En je weet ook dat je daarachter nog Marianne Vos hebt, die een van de snelste van het peloton internationaal gezien is. Dus ja, het is dan wel kiezen of delen, waar ga je voor? En de keuze gemaakt om gewoon voor Anoushka te gaan. En blijven coachen tot aan de streep. Wat voor dingen zeg je dan zoal? Nou ja, met name dat ze rustig moet blijven. Rustig blijven. En zeker als je... Ja, kijk, we konden natuurlijk niet goed zien wat er bij die eerste twee gebeurde. Maar wel heel goed zien wat er daarachter gebeurde. En dat viel toch een beetje stil. En ja, dat ze zich puur focusten op Enzing en niet op de groep. Want dan zouden we altijd nog Vos hebben. En zij moest Enzing verslaan. En dat heeft ze perfect gedaan. Heel professioneel. Opnieuw een rood-witte blauwe trui voor jullie ploeg. De moeder. Opnieuw een rood-witte blauwe trui voor jullie ploeg. Is het de laatste? Goed. Rabo Liv stopt ermee. Dus aan het tijdperk Rabobank als sponsor van een, of in ieder geval toch als een hoofdsponsor van een wielerploeg, daar komt een eind aan. Dus in die zin leveren we inderdaad de laatste kampioen af. En dat. Kijk, hopelijk gaat de ploeg natuurlijk wel door zoals die nu is. Of in ieder geval toch op een goed niveau. Want dat zou anders heel triest zijn voor het vrouwenwielrennen. Maar daar heb ik ook wel alle vertrouwen in. Alleen ja, het is natuurlijk mooi dat... ik denk dat we de laatste 4 jaar als ploeg de lat voor het vrouwenwielrennen hoog hebben gelegd. Je ziet dat dan de concurrentie omhoog gaat. Dat de ontwikkeling ook van een boelsploeg die een wereldspeler is geworden. Die ons op momenten ook heeft overvleugeld. En als je dan toch de boel weer naar jezelf toe kunt trekken op het moment supreme, dan is dat heel mooi. Je zegt dat je vertrouwen hebt in een goede afloop dat deze ploeg blijft bestaan. Wanneer denk je daar duidelijkheid over te kunnen scheppen? Nou ja, kijk, onze teammanager Erik van der Boom is daar met name heel erg druk mee. En het is aan hem om dat in goede banen te blijven leiden. En om daar mededeling over te doen, daar ga ik niet over. Daarvoor moet je bij hem zijn. Dankjewel, Koos. Geniet van het succes. Okay.